Hey, goedemorgen luidjes. Het is vroeg in de ochtend. Ik heb Sky alweer uitgelaten. En ik dacht, ik ga het moment dat ik nog even de koffie aan het zetten ben en dat ik de afwas sta te doen, ga ik even een videoboodschap maken. Dus het ziet er een beetje rommelig uit, maar meer tijd dan dit heb ik niet. Ik had mezelf echt voorgenomen al vorig jaar om eigenlijk elke week een keer een videopost te maken. Op de maandag of de dinsdag van hoe het eraan toe gaat. En even de meest leuke updates te geven. Nou, dat ga ik bij deze ga ik het weer opnieuw doen. Het is namelijk als volgt. Ik hou persoonlijk het liefste van dat ik iedereen persoonlijk opbel. Dat ik gewoon even het gesprek met je voer. Dat we gewoon even connecten met elkaar. Alleen ja, het is wat het is, weet je. Te veel mensen, te weinig tijd. Dus ik ga me toch een beetje op een onpersoonlijke manier tot jullie richten. Namelijk de veelgestelde vraag. 1 april, geen grap. Gaat het wel door? Wat gaat er gebeuren? Nou, ik kan jullie vertellen. Poppodium Bredius, belangrijk.nl. Die jongens die hebben een locatie. Centraal Nederland, Woerden, vlakbij Utrecht. En daar gaan we werkelijk waar op 1 april. 'S Ochtends beginnen met een beginnersworkshop vuurspuwen van 9 tot 12. Aansluitend hebben we dan ook nog eens een theatervoorstelling van Samen is Leuker dan Alleen. Maagse Martin en Thomas. Dat is ook bij slecht weer kunnen we opstarten. Ik verwacht trouwens gewoon dat het hartstikke mooi weer is. 1 april, eerste dag van het jaar dat het festivalseizoen weer opstart. Dat is de dag dat iedereen weer de deur uit wil. Dus dat gaat een topdag worden. Dan hebben we gevorderde workshop vuurspuwen. Vlam aanhouden en de vlam doorgeven naar je buurman. Dat doen we vooraf ook nog ademhalingstechnieken. Dus iedereen die er interesse in heeft, ik zou zeggen, ga wel even echt oefenen. En dan last but not least, als aan het einde, gezellig kampvuurtje, zingen, pizzaatjes bestellen. Ik heb al de lokale pizzaboeren gebeld om te gevraagd wat de capaciteit per keer is. Dat zijn 8 pizza's per keer. Dus we kunnen bij de verschillende pizzaboeren kunnen we in totaal zo'n 16 pizza's tegelijk bestellen, 8 om 8. En dan hebben we binnen een uur kunnen de 48 pizza's aankomen rollen. Dus dat is ook wel lekker. Dan is het belangrijkste wat ik wil zeggen. Ik heb het gevoel. ik heb het gevoel dat Fierce 360. Die gaat in elk geval een keer gebeuren. Vorig jaar was de grootste workshopgroep 100 personen. Dit jaar is de grootste groep 200 personen. Staat voor 90% vast dat die groep bij elkaar gaat komen. Willen heel graag gaan vlammen met elkaar. En ik heb een aanvraag lopen voor 400 personen. Dus dat is best wel even een dingetje. Dat ik denk van zo, leuk, dat is te gek. Dus ja, ik denk op het moment dat je wil connecten en je wil erbij zijn. Er komt een datum, ik ga mijn uiterste best doen om die zo ver mogelijk van tevoren aan te geven. Instructeurs wil ik uit de hele wereld hebben. Dus ik ga dit ook nog even een short pool maken voor mensen uit het buitenland. Om gewoon last minute toch maar een ticket te gaan kopen. Alles eraan doen om ervoor te zorgen dat het een feest wordt. In de zin van dat er gewoon 360 mensen tegelijkertijd gaan vuurspuwen. Heb je dit jaar zin om samen te gaan vuurspuwen? 1 april, dat is het moment. En voor de verder rest is de volgende datum 18, 19 en 20 augustus. En dat is in Groningen-Winschoten. Dit jaar ben ik er al een dag eerder, donderdag. Dus donderdag kan je al komen om je tent op te zetten en gewoon gezelligheid te hebben bij het kampvuur met elkaar. En vanaf vrijdag begint het publieksevenement. Ik zag dat dit jaar Ignite Flow Arts gaat niet door. Dus ik wil ook voor flowers die de behoefte voelen ook het evenement openstellen. Ticketprijs zal rond de €59 starten. Dan kun je dus 3 dagen overnachten. En dan heb je gewoon een bring your own, et cetera. Het enige wat ik vraag is of mensen een bijdrage willen maken als Knight in Shiny Armor of The Bank. Dat je €10 of €20 extra betaalt. Dat zijn namelijk leuk hoor, zo'n festivalticket kopen. Maar op het moment dat ik een tent, EHBO, stroomkabels, een fotograaf, de benzine van de fotograaf, de transport van de tent en alle materialen, dipping station, de extra vloeistoffen en zo meereken. Bij elkaar kost het toch een beetje geld. Dus ik zou het fantastisch tof vinden dat je daar een bijdrage voor maakt. En heb je het geld niet, nodig jezelf alsnog uit om te komen. En kom dan gewoon even op donderdag wat eerder om te helpen met de tent opbouwen of zo. Dus dat is even de flow.
dat is even het enige wat ik nog dit jaar ga doen. Ik verwacht verder helemaal niks. Als je een vuurshow wil doen, hartstikke leuk. Ik heb zelf gewoon mijn solo shows die ik ga doen op vrijdag en zaterdag. En ook de solo theatervoorstellingen. En dat is wat Winschoten gaat inhouden. En de rest van het jaar, ja, ik ga zo meteen om 9 uur gewoon tot 's avonds 10 uur. Nou, tenminste niet vandaag, maar ik ben tegenwoordig gewoon van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds bezig met al die aanvragen voor workshop, vuurspuw, et cetera. Dit jaar wat er veranderd is, dat de samenwerking die ik heb met anderen, is dat ik niet meer alleen maar workshop, vuurspuw ga doen, maar ook nog een beetje party manager. Dus ik ga weer terug wat ik vroeger deed, de evenementbranche in. En dat betekent dus dat ik ook catering erbij ga doen. Met mijn 20 jaar horecaervaring en drankjes en alle aanverwante dingen. Alle dingen die je eromheen moet doen. En dat doe ik gewoon voor bedrijven of familiefeesten of wat dan ook. Op het moment dat je behoefte hebt aan een vuurspuwende partymanager. Jazeker, Thomas de vuurspuwer, de partymanager. Ja, we doen het er gewoon even bij. Hatseflats. Dus dat wordt de transformatie voor dit jaar. Daar ben ik heel druk mee. En dat is top. Want het begint al vanaf groepen van 20 man, kom ik al opdagen met een barbecue en alles erop en eraan. Dus heb jij dit jaar nog een teamuitje met collega's? En wil je zeggen van, hey, weet je wat, wij willen heel graag Thomas de vuurspuwer. We willen een workshop vuurspuwen of een vuurshow. Etentje erbij, samen koken boven op open vuur. Of willen jullie heel graag een barbecue'tje hebben? Hey, een beller is sneller, hè? Mijn telefoonnummer heb je als het goed is. En anders kan je die overal op het internet wel vinden. En dan wil ik jullie waanzinnig bedanken voor jullie aandacht. En dan zou ik zeggen, maak er nog een hele mooie weekend van. Tot sprekers, tot ziens.